Wat hebben wij allemaal nodig om dit experiment tot een goed einde te brengen? Om te beginnen een beamer. Het is een eenvoudige Acer PD523 beamer. Ik heb hem al vast aangezet. Verder heb ik de kabel van Apple, de composiet kabel AV. En je kunt zien aan de kleuren dat er drie stekkertjes aan zitten, geel, rood en wit. En ik heb nodig uiteraard een Apple iPhone. En tot slot gebruik ik een kabeltje om te testen of ook het geluid wordt overgebruikt. Nou, ik begin met het uitpakken van het doosje dat ik gekocht heb bij de Apple winkel. In het doosje van het kabeltje zit de gebruiksaanwijzing. Er zit een stekker om de iPhone eventueel tijdens het afspelen nog te kunnen opladen. Een Engelse stekker is dit, als ik me niet vergis. Dan een Nederlandse broertje ervan. En tot slot de kabel. De kabel die kent één breed stuk om in de iPhone te stoppen. Een USB stekkertje. En dit USB stekkertje kun je in deze ik noem het maar stekker, duwen om tijdens het afspelen te zorgen dat de iPhone blijft opgeladen. En tot slot drie kleine tulpstekkertjes, een gele, een rode en een witte. En die gele en rode en witte die kun je eventueel achterin je beamer stoppen of het kan zelfs ook in de tv. Nou, ik ga het spul maar eens monteren of aansluiten. Je ziet aan de achterkant van mijn beamer dat het relatief simpel is en er is maar één tulpstekkertje en dat is geel. Dit ding is ook geel en dat is voor het beeld. Ik ga het erin stoppen. Dan heb ik mijn iPhone zojuist opgeladen, dus ik hoef eigenlijk geen netstroom meer te hebben. Maar ik ga wel het brede stekkertje in mijn iPhone stoppen en de rest van de kabels laat ik ongebruikt. Nou, we gaan de iPhone aanzetten. En dit schermpje, dat zal menigeen bekend voorkomen. Ik zie nog steeds dat ik geen beeld heb van mijn beamer. Maar we zullen eens kijken wat nou precies wel werkt en wat nou niet werkt. Ik begin met YouTube. En dan heb ik een filmpje, What is Gowalla, toevallig vanochtend nog opgezocht. En ik ga het laten afspelen. En dan hoop ik dat er met mijn beamer iets gaat gebeuren. En waar rempel, ik zie verschijnen het filmpje van YouTube. Dat is in ieder geval al de eerste toepassingsmogelijkheid. Zou er ook nou geluid bij zitten? Nou, daarvoor moet ik kijken of ik mijn luidsprekersetje of in dit geval mijn koptelefoon aan kan sluiten op mijn iPhone en of er inderdaad geluid uitkomt. Dat ga ik nu even doen. Kijk, ik houd nu het stickertje of het dopje van mijn oortelefoon vlakbij de luidspreker van de videocamera. En als het goed is, dan kun je geluid horen. Stap 1 is alvast gelukt. Het werkt. Als ik een kabeltje koop, een composietkabeltje, sluit het aan op een iPhone, zet mijn iPhone aan, zet de beamer aan, dan kan ik in ieder geval naar filmpjes op YouTube kijken. Op het moment dat de toepassing stopt, gaat de beamer weer automatisch op het startscherm. En er komt er geen signaal meer binnen, ondanks het feit dat de iPhone is aangesloten. Ik ga eens kijken of we nog meer op het scherm van de beamer kunnen tonen. Ik ga terug naar mijn iPhone en ik toets in. Oh, dat moet ik niet te lang doen. De iPod functie. Ik heb een tweetal filmpjes gedownload en eentje daarvan is een aflevering van South Park.
Ik start de aflevering van South Park. En we gaan eens kijken wat het scherm doet. En we rempel. Ik kan ook South Park laten zien. En als ik controleer. Dan heb ik inderdaad geluid via de koptelefoon aansluiting van de iPhone. Eens kijken of het NOS-journaal werkt. Het programma wordt gestart. En het journaal wordt geladen. Maar helaas, het scherm van de beamer blijft blanco. Die werkt dus niet. Dan een andere applicatie die ik zelf erg veel gebruik, die van Uitzending Gemist. Ik start hem op. Ik pak het fantastische programma Max Geheugentrainer. En laten we eens kijken of er wat gebeurt. En jawel hoor. Het duurt even voordat alles geladen is, maar daar komt ie, de Max Geheugentrainer. Ook hier even weer kijken of het geluid ook mee weer wordt gegeven. Ja, is geen enkel probleem. Uitzending Gemist is een hele leuke applicatie. Er zit één nadeel aan en dat is dat uitzendingen tot 8 dagen maar bewaard blijven, dus tot 8 dagen terug. Heb je een uitzending die al langer geleden is geweest, dan werkt deze applicatie helaas niet. Dan het weergeven van foto's. Die zitten in het fotoalbum op de iPhone. Afhankelijk dacht ik dat het niet lukte, maar je moet hier wat geduld hebben en hij doet het wel degelijk. Je klikt op het fotoalbum. Je gaat naar de filmrol. Je drukt op het pijltje voorwaarts. De eerste foto verschijnt. En dan na een seconde of wat wachten komt hij ook keurig netjes op de beamer. Dus dat werkt ook. En dan tot mijn grote verdriet heb ik niet meer of heb ik geen andere applicaties meer kunnen vinden die ik kan weergeven via de beamer. En dat is erg jammer. Ik zou erg geholpen zijn met een applicatie waarmee ik PowerPoints kan aangeven, kan weergeven op de beamer. Want in mijn werk als leraar is dat natuurlijk erg makkelijk. Ik zit wel met een beperking. Ik wil mijn iPod niet jailbreken, dus het moet een legale versie zijn. Heb je een legale versie waarmee ik een PowerPoint kan laten zien? Of heb je een legale applicatie waarmee ik een PowerPoint kan laten zien? Mail me dan, want ik ben er erg blij mee. En tot zover dit filmpje.